Hoofdpijn is voor iedereen verschillend. Soms heb je een vervelend gevoel in je hoofd of een drukkend gevoel. En soms heb je pijn. Die kan zeurend, bonkend of scherp zijn. De pijn kan lang duren of snel voorbij zijn. Soms wordt de pijn erger als je beweegt en minder erg als je rust. Je kunt daarbij ook last hebben van misselijkheid, overgeven en slecht zien. Soms heb je ook last van geuren, lawaai en andere prikkels. Dat heet prikkelgevoeligheid. Als je last hebt van deze klachten, kun je maar beter snel naar de dokter gaan. Nachtelijke hoofdpijn waarvan je wakker wordt en moet overgeven. Hoofdpijn die suf maakt. Hoofdpijn die alleen maar erger wordt. Verandering van gedrag, anders lopen, problemen op school of neurologische problemen zoals epilepsie. Of uitval van zenuwen. Hoofdpijn kan veel effect hebben op je dagelijks leven. Je gedrag en gevoelens kunnen veranderen. Je kunt je gaan terugtrekken, somber worden of je slaap- of eetpatroon verandert. Soms kun je door de hoofdpijn niet naar school. Afspreken met vrienden of sporten lukt vaak ook niet, waardoor je je steeds meer terugtrekt. Als je veel of vaak last hebt van je hoofdpijn, kunnen de huisarts, kinderarts, Neuroloog of kinderneuroloog je helpen met medische hulp en advies. Er zijn veel verschillende vormen van hoofdpijn. In de Cyberpolie hebben we het vooral over genetische hoofdpijn, migraine en clusterhoofdpijn.